De neerbeltenaar is niet wereldvreemd, integendeel. Dankzij het wereldfeest ondersteboven komt hij in contact met de gewoontes, de muziek en de cultuur van het zuiden. Wij nodigen workshops uit, wij nodigen groepen Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse wereldmuziekgroepen uit om hier muziek te komen spelen. Wij nodigen ook dansgezelschappen uit. We hebben een kunstentoonstelling uit het zuiden die in Domlof plaats heeft. Op die manier doen we dat. Tijdens het wereldfeest brengt de groep Toubacouta Troupe Senegal een spektakel van muziek en dans. De show van service, dat is twee choreografies we maken, twee danschoreografies. Ook liedje moeten de Afrikanen liedje zingen. En de andere optreden, de tweede optreden, dat is de teken. Als iedereen is blij, of zo is het geboren in Afrika, iedereen is blij, kom kijken. Daarom we kiezen voor die optreden, voor die dans Afrikaan. En dat noem sacrifice. Meestal krijgen we alleen maar negatief nieuws uit het zuiden. Hè? De droogte, al de miserie. Maar wij proberen eigenlijk het mooie, dat de mensen goed lach zijn. De mensen hebben een mooie cultuur. Hun dans, hun muziek is heel aanstekelijk en zeer mooi om te zien. En ja, zij stralen zoveel vreugde uit en dat willen wij ook brengen. De bedoeling van het wereldfeest is ook om mensen te sensibiliseren. En dit via NGO's en andere Noordzuidverenigingen. Dus we proberen concreet met het geld wat we ontvangen, ook de kinderen eigenlijk aan het werk te zetten. Dat is ook iets leren met de projecten die we aanreiken. Hè. We hebben geknutseld, we hebben circusmaterialen gedaan. We zijn al in de hangmatten gaan liggen. En dat was het zo. Ja, heel plezant.